Goeiedag, de afgelopen tijd hebben we veel mooi zonnig weer gehad. Wel erg droog. En de grote vraag is natuurlijk komende week: voor veel mensen de eerste week van de meivakantie. of het dit weer blijft of dat er toch meer nattigheid gaat komen. Ja, het ziet eruit dat het een prima vakantieweek gaat worden om buiten dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld lekker te gaan wandelen. Deze week hebben we natuurlijk ook nog te maken met Koningsdag. Ook dan zijn veel mensen buiten. De vrijmarkten zijn er. En dan is het toch wel erg fijn als het droog blijft. Nou, dat ziet er ook goed uit. Laten we maar eens naar de weerkaart gaan kijken. En die pak ik op op maandagochtend. En dan zien we zowaar bij Nederland wat blauwe kleuren. En dat betekent neerslag. En dat is toch wel bijzonder, want de afgelopen tijd hebben we daar nauwelijks mee te maken gehad. Neerslag. Met name in de zuidoostelijke helft van het land. Dat kan in de nacht van zondag op maandag vallen in de vorm van buien. En ook maandag overdag kan in dat gebied hier en daar wel een bui gaan vallen. Het noorden van het land, daar lijkt het toch wel weer droog te blijven. En daar zijn maandag dan ook de meest zonnige perioden. Die neerslag die is eigenlijk ook alleen maar voor maandag. Want als we de animatie aanzetten en ik ga door naar dinsdag, dan zien we alweer dat er een hoge drukgebied aan gaat komen. Een hoge drukgebied dat zich nestelt boven het Verenigd Koninkrijk. En dat zorgt ervoor dat al die buienactiviteit weer onderdrukt gaat worden. Maar zorgt er ook voor in dit geval dat we te maken gaan krijgen met een noordelijke stroming. Dat hoge drukgebied ligt dus daar boven het Verenigd Koninkrijk. En die noordelijke stroming die brengt toch wel wat koudere lucht richting ons land, en dat zorgt. Zorgt ervoor dat de temperaturen wat minder hoog gaan uitpakken. Maar het weerbeeld erbij, dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden en het blijft dus droog. Dus ideaal weer om buiten actief te zijn de komende dagen. Ik zet de animatie weer even in beweging. We zien dat dat hoge drukgebied blijft. En wat verder opvalt aan donderdag, dat de wind zelfs wat meer oostelijk kan gaan worden. En als de wind wat meer oostelijk gaat worden, ja, dan kan de temperatuur ook weer wat verder oplopen. Dat hebben we dan bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag te maken met temperaturen rond 14, 15 graden op de meeste plaatsen. Op Donderdag wordt het in het zuiden van het land zomaar weer 18 of 19 graden. En vrijdag, ja, dat is nog een beetje afwachten. Dan is er nog flink wat onzekerheid in de verwachting voor wat betreft de windrichting. En daarmee dus ook de temperatuur. Nou, we gaan weer even terug naar die neerslag. Ik heb daar een mooie animatie van. Van een van de modellen die die neerslag duidelijk laat zien in de nacht van zondag op maandag en maandag overdag. Die onstabiliteit die komt een beetje opzetten vanuit het oosten van uh, het land. En dan zien we hier met name in het midden van het land een strook waar neerslag kan gevallen. En ook in het zuiden van het land. Dit is één van de oplossingen. Een ander model laat het allemaal wat meer juist over het zuidoosten gaan. In ieder geval is wel duidelijk dat het Noordwest. En waarschijnlijk toch ook het noorden geen neerslag gaat krijgen. Daar blijft het droog. En als dit uit gaat komen, nou, dan zou er op een enkel plek tussen de 4 en de 7 mm water kunnen gaan vallen. Zoals gezegd, het is dan voorlopig weer de laatste neerslag. Want als we de neerslagprognoses erbij pakken in de vorm van de pluim. Dan zien we dus op die maandag die hoge neerslagkans. Nou, dat is wel duidelijk, heb ik u laten zien. Maar dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en ook zaterdag zijn de neerslagkansen erg klein in ons land. Of zelfs helemaal niet heel Koningsdag ook. Dat wordt gewoon een droge dag, zoals het eruit ziet. En dan vanaf volgende week zou de kans op neerslag weer wat gaan toenemen. Kijken we tot slot ook nog eventjes naar de temperatuur, want wat zien we dan? Dat die temperatuur dus inderdaad wel wat aan de lage kant is. Normaal voor deze tijd van het jaar mag je toch wel naar 16, 17 graden gaan. En ja, dat zit er niet altijd in. We zitten lager. We zitten over het algemeen in het begin van de week zo rond de 14, 15 graden. Donderdag, dat is een uitschieter. Dan hebben we dus eventjes die oostenwind en kunnen we zomaar weer tussen de 15 en 20 graden gaan uitkomen. En wat daarna gaat gebeuren, ja, het is erg onzeker. We zien hier hier dat licht, die donkere kleur boven de rode lijn. Dat geeft een onzekerheidsmarsje aan. Het zou best wel wat warmer kunnen gaan worden ik houd er voorlopig op dat we op zo'n 15 graden gaan uitkomen. Dat ziet er dan als volgt uit: gemiddeld in Nederland, dinsdag en woensdag temperaturen van 13-14 graden, met wolkenvelden en zonnige perioden. Woensdag ook heel weinig wind. Precies op koningsdag dat is natuurlijk perfect. Dan kan je heerlijk buiten zitten op je kleedje zonder dat de hele boel wegwaait en het blijft ook droog. Geen neerslag de dagen erna. Nou, temperatuur dus iets omhoog, met name op die donderdag. Dan kan het in het midden van het land 17 graden worden. In het zuiden wordt het mogelijk nog wat warmer. Fijne dag nog.